In Essaïra verblijven we in het kleinschalige hotel Al Jazeera. Ondanks de niet zo riante kamer mopperen we niet. We hebben zelfs een klein balkonnetje. En het hotel ligt op loopafstand van het strand. We hebben de benen aan het werk gezet om via het strand naar de haven en het oude centrum van Essaïra te lopen. Met name de haven is een aantrekkelijke plek om te vertoeven. De boten en sloepen worden hier nog steeds op traditionele wijze gebouwd. Ondanks de steeds grotere concurrentie van grote maatschappijen is de visvangst nog steeds een grote bron van inkomsten. Het toerisme neemt echter ook steeds meer toe en dat is op deze locatie ook niet zo vreemd. Natuurlijk slenteren we ook weer door de souks, genieten van een koffie americano en zien vanaf het bastion op de Scala twee vissersboten terugkeren naar de haven. De aankomst willen we zeker niet missen, dus haasten we ons via de smalle straatjes weer terug naar de haven. Het is voor de vissers ongetwijfeld een hard bestaan, maar voor ons als toerist is het een hele belevenis. De aan land gebrachte vis wordt vrijwel direct verhandeld, maar de meeuwen willen er niet voor betalen. Die pikken hier en daar hun visje wel mee. De laatste dag is het helaas somber en kil. Alleen de kitesurfers zijn happy, want waaien doet het hier vrijwel altijd. In de Medina laten we nog wat dirhams achter en genieten we nog even van alle levendigheid in het leuke en toeristische plaatsje Essaïra.